Nou, niets blijft zoals het is, want de wallen dreigen te verdwijnen. René, moeten er gewoon de wallen blijven? Of zeg je, nou nee, ik snap dat ook wel. Op een gegeven moment is een tijd voor komen en een tijd voor gaan. Zij dus echt grap. Ik hoor mezelf maken. Ja, die schiet er zo uit, echt. Ja, maar dat is het motto van de wallen. Ja. Er is een tijd voor komen, er is een tijd voor gaan. Dat is wel zo. Nee, ja. Nee, vertel. Nee, maar ik vind het zo belachelijk. Ik vind het zo belachelijk dat zo'n burgemeester dan Amsterdam-Noord en de omgeving van de Rai en nog wat aanwijst. Maar Amsterdam-Noord, dat is een probleemwijk. En die krijgen nu ook nog 100 hoeren in de achtertuin. Dat doe je niet, dat willen die mensen niet. Maar de wallen, dat is een toeristische attractie. Dat moet je koesteren als Amsterdam. Maar dan willen die juppen er gaan wonen. En die hebben dan last van als iemand een joint rookt. En als ze naar binnen zitten gluren. Want er zit Moe van GroenLinks. Die zit een moeilijke krant te lezen. En dan staat er een te gluren. En die roept, hoe duur, hoe duur. Ja. Kost dat? Dat is hinderlijk. Maar die wallen moet je gewoon de wallen laten. Want de mensen, de toeristen die... Zo flauw om dit steeds te laten. Dat vinden deze twee dames ontzettend leuk, Johan. Dat vinden ze echt grappig, hoor. Ja, die vinden jullie leuk, hè? Ja, daar komen ze voor. Nee, maar ik vind dat Amsterdam heel zuinig moet zijn op de wallen. Dat is een hele beroemde plek in Amsterdam. En dat moet je zo houden. En dat moet je wel een beetje netjes proberen te houden. Maar het moet niet zo zijn dat D66 en GroenLinks mensen daar graag in een grachtenpand willen wonen. Want daar hebben ze niks te doen. Nou, maar ik vind sommige argumenten die snijden wel hout, vind ik, hoor. Want noem er eens één. Nou ja, er wordt gezegd dat ze daar de criminaliteit veel beter kunnen controleren. En dat het ook dus veiliger is voor de sekswerkers. Dus in dat geval denk ik, ja... Nou, dat vind ik op zich wel een goed argument. Op de wallen kun je toch met de sekswerkers helemaal niks uithalen. Er zitten honderden mensen om je heen. Mm-hmm. Nee, ik vind de wallen juist heel veilig. Ja, geen idee. Ik heb geen idee. Ja, maar vooral die toeristen, al die bezopen gasten met die vrijgezellenfeesten en zo... dat is op een gegeven moment toch, hè? Ook als je van GroenLinks bent. Ja, maar ja, je wilt toch de bruisende stad zijn, Amsterdam... of willen ze alleen maar het grachtengordelvolk zijn? Ja, ik weet het niet. De bananenbar moet dan ook weg, jouw favoriete uitspanning. Dus ja, het houdt een keer op natuurlijk. Bestaat die nog, de bananenbar? Ik weet het eigenlijk niet. Zou die nog bestaan? Zal toch wel? Weet ik niet. Dat soort traditionele dingen gaan. Ik ben nou een keer geweest dat die vrouwen... Ik aan de bar zat met een colaatje light... en dat ze zo'n pingpongbal in de muts deed... en een poep, zo op mijn voorhoofd. En ei? Een ei erop? Nee, maar ik had dat thuis nooit gezien. Nee. Ja, ze genieten zich stuk, hè? Nee. Ja. Makkelijke verhalen, hè, dit? Ja, dat zijn leuk, hè? Hij heeft het 100 keer verteld, maar dat maakt niet uit. Ik krijg door uw aanwezigheid heel veel zelfvertrouwen. Ik denk dat er nog heel veel grapjes komen die ik al 20 keer vertel. Hij wordt een beetje ondeugend dan, hè? Maar als de leeftijdgenoten bij zit, dan is hij altijd net wat... Is hij altijd net wat dapper, is hij dan. Lekker, hoor, dit allemaal, ja.